En daar welkom mensen van Dutch Gaming en welkom bij een gloednieuwe FIFA 20 Bena Liga video hier op dit kanaal. Vergeet ervoor zeker niet dat het duimpje omhoog te klikken en dan was te abonneren voor meer natuurlijk. Vandaag gaan we eventjes kijken hoe het er allemaal voor staat. Want we hadden een 8 punten voorsprong. Ik dacht 10, maar het is 8. Club Brugge moet echt veel gaan doen. Ajax moet echt veel gaan verliezen. Wil deze competitie überhaupt nog spannend worden? Racing Genk is in ieder geval... AA Gent is in ieder geval ver afgevallen. En dan zien we in de rest dat Cerro Brugge, wat ook wat te verwachten was, aan het degraderen is. Heracles en Twente hebben het verwacht zwaar. Heerenveen en Groningen hebben het ook zwaar. En Vitesse hetzelfde. Willem 2 steekt boven zichzelf uit. PSV weet niet wat ze aan het doen zijn. Feyenoord precies hetzelfde. En AZ doet het gewoon hartstikke goed. Nou, we gaan in ieder geval weer verder. En ja, dan zien we de voetbalbond Engeland is die manager van de maandprijs gewonnen. Managerprijs gewonnen, oh dat was nog erger. Maar ja, het lijkt me ook wel logisch, we zijn onverslaanbaar met Ajax. Ajax heeft nog geen punt, maar in geen enkele competitie geen punt laten liggen. En ja, eigenlijk had ik deze carrière gewoon moeten noemen succes met Ajax. Maar blijkbaar krijg je dat als je een verkeerd video idee hebt. En dan gebeurt dit blijkbaar. Ja... Dat is onverwacht. Maar ja, het kan allemaal nog misgaan. Want in de United zit er waarschijnlijk in en zo. Maar ja, het gaat om die Bena Liga. En die moeten wij gewoon even domineren. So, nou, dan komen we direct tegen de degradant thuis. Nou, die wil je niet in de arena hebben. Want dan gaat Cerro Brugge onderuit met 4-1. En dan is het een feit. En dat betekent dat er meer dan een bijna... Dat er gewoon bijna die 10 punten voorsprong zitten. Maar Brugge blijft winnen. En dan tegen Groningen. Eigenlijk was deze Eredivisie dan ook niet leuk geweest. Ik bedoel van, ik heb eigenlijk alle slechte teams van de Eredivisie eruit gehaald. En daar zijn die Belgische teams voor ingekomen en dan doen alleen Club Brugge het goed. En Royal Antwerp en Genk doen mee om de top 6. En dat ja, is op zich voor de Belgische teams wel heel goed in de Eredivisie trouwens. Heeft gelijk gespeeld bij Twente, verloren bij Anderlecht, verloren bij Feyenoord. En wat komen wij hier goed weg bij Groningen. 2-1. Oei oei oei. En dan zien wij Club Brugge toch op die 8 punten komen. Dus dat betekent dat ze gelijk hebben gespeeld. PSV, die kan ons het enige leven zuur maken. Het wordt 0-0. Ajax verliest zijn eerste punten. Kan Club Brugge dan inlopen? Het antwoord, zie je later. Nee, grapje. We moeten even snel dit skippen. Skippen, skip, skip, skippen, die skip, skip. Skippen, die skip. Ja. Nou, dat doen we, kunnen we makkelijker doen natuurlijk. Zullen we dat maar hem doen? Dan tegen Genk. Gent in de beter. Beker. Transferverbod voor Neres. Nou, ik wil je niet hoor, maar steek die Neres in je reet. Dankjewel. 1-1. We liggen eruit. 4-3 uit strafschoppen. Ajax verliest. Ongelooflijk. Wat is dit nou? We hebben verloren van iemand die 9e staat. 9e? Nou. Nou, Mats Rowiek laat haar gebrek aan speeltijd. Nou, wil jij maar eerst even iemand onderuit halen met een shirtje trekken. Heeft Ajax het dan de weg kwijt? Nee, we nog wel met 3-0 van Utrecht. En Brugge wist trouwens niet in te lopen op Ajax. Althans, jawel, 6 punten is het verschil. Nu 3 punten. Oh-oh. Oh-oh. Antwerp, laat ons winnen. In de arena. 2-1. Oh-oh.
dan lijkt het nog te gaan gebeuren. Wolfsburg, nou, als hij ze niet verslaat, dan weet ik het ook niet meer hoor. Dan neem ik ontslag. Het gaat zwerverbod voor Neres. Nou, Valencia krijgt die Neres, denk ik niet. Nou ja, ik gebruik Neres toch niet. Zo. Nee, ik wil de wedstrijd niet spelen. Daar heb ik helemaal geen belang bij. Ongelooflijk. Wolfsburg wint met 2-1. We hebben nog wel een belangrijke uitdoelpunt trouwens. Nou ja, dan naar Heracles. Iets waar wij nooit makkelijk hebben. En 6 punten het verschil is. Ajax eigenlijk zich niet meer veel mag permitteren. Brugge trouwens ook niet, want dan verliest het volledig de aansluiting. AZ is trouwens ook volledig de weg kwijtgeraakt. Brugge, of heeft Brugge gewoon een goede herstart, dat kan ook. Ajax heeft in ieder geval niet de bepaalde herstart. En 1-1. En 1-1. Ajax zeg ik al. Ajax heeft niet de bepaalde herstart die we wouden. Ongelooflijk. Nou, ik kan Neres ook nog kiezen. Schuur zullen we wel uitlenen. Maar ik ben wel klaar met die transfer dingetjes. Nou, Ajax moet thuis nog wat neer recht te zetten, anders dan is het wel klaar. En het is klaar. Ajax uit Europa. Ajax uit de beker. Volledig focus op de Benediga dus. En overzicht doelstellingen is slecht 63. Ajax mag zich helemaal niks meer permitteren en dan moet maar tegen AZ gebeuren dan. Nee. En dat wordt nog wel een 3-0 overwinning. Maar dat Ajax gewoon niet voetbalt zoals het hoort, dat is duidelijk. En ook Heerenveen wordt 1-1. Oh, en dat nou. Nee. Ja, en 3 punten voorsprong weg. Weggevaagd. Oh. Grote problemen. Ai. Ik dacht dat we makkelijk kampioen werden, maar dat schijnt toch nu wel heel anders te zijn. Een ommekeer van het seizoen. Ajax Twente, normaal een kraker, nu niet meer. Wordt 2-0 door 2 keer Promes. En dat is dan nu nog, 4 punten weer. Brugge heeft gelijk gespeeld. Komt druk waarschijnlijk niet aan voor een paar wedstrijden. En dan zien we ook dat eigenlijk gewoon Brugge en Ajax te goed zijn voor de Binnenliga. Anderlecht, AZ, Genk, Feyenoord, kijk waar ze staan. En kijk ook, nou ja, kijk niet waar ze staan, maar kijk naar de punten. De klassieker wordt dan wel weer gewonnen, 2-0. Verschil 4 punten. Anderlecht mag zich alleen niet meer permitteren, anders wordt het verschil met hun 20 punten. Het verschil met Anderlecht en Ajax is al 20 punten. Genk kan stunten tegen Ajax, dat weten we. Die Belgische clubs zijn raar aan het voetballen. En wint met 1-0 door een doelpunt van Labiat. Nou, bijzonder. Ik wou hem niet accepteren. En ik ben dom. Ik heb nu de beste speler van dit hele team verkocht. Oh, achterlijke mol.
2-2 tegen Anderlecht. Flap scoort. Flappie. Verschil blijft hetzelfde. Ziyech verkocht. Nou, dan betekent dat de Club Brugge denk ik kampioen gaat worden. Oh, oh, oh. Vitesse mag niet winnen. Dest scoort. Dest scoort. Nou, ik denk dat Ajax wel kampioen is. Ze moeten deze wedstrijd gewoon winnen. Brugge mag eigenlijk... ja, het is kampioen. Dat weten we nu wel zeker. Of blijft het tot de laatste minuut spannend? Of wordt Ajax zonder te spelen kampioen? Dat zou wat zijn. Maar standaard lui kan groet in het eten gooien. Kan het de Belgische clubs helpen? Antwoord? Nee. 3-0. Ajax kampioen. Hij is nog steeds op weg naar titel. Oh, en daar hebben we de beladen wedstrijd tegen Club Brugge. Oi, 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 oi. We kunnen het nog heel zuur maken. Het was wel echt een titelstrijd nu hoor. En Club Brugge geeft de titelstrijd op. Het is 1-0. Ajax is officieel kampioen van de Eredivisie. Was het al trouwens? Nou ja mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. En dan moeten we trouwens nog eventjes verder kijken. Trouwens, wacht even, ik wou de video wel afsluiten. Maar heeft Brugge... Nee, Cheryl Brugge heeft het hele... Oh, kut. Nou ja, Cheryl Brugge is inderdaad gedegradeerd. Ook, maar net trouwens hoor. Twente is technisch gezien ook gedegradeerd. Heerenveen en Heracles gaan naar de play-offs. En Willem II, Vitesse, Groningen, Standaardduik, Utrecht, Gent, PSV, Royal Antwerp, FC, AZ, Anderlecht, Genk, Feyenoord, Club Brugge en Ajax. De top 6 bestaat uit 3 Belgische clubs en 3 Eredivisie clubs. Wat een prestatie. Bijna 4 Belgische clubs. Maar ja, dat is niet gebeurd. Mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet daarvan zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En was te abonneren voor meer natuurlijk. En dan zien wij jullie graag later bij een nieuwe video. Later mensen.